Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De allereerste gewone video van 2019. En ik heb gelijk de favoriete producten van december voor jullie. December was niet een hele volle maand met heel veel producten die ik fijn vond. Ik heb er echt wel een aantal, maar het was niet zo'n volle editie als wat ik eerder wel eens heb gehad. Maar goed, ik ga jullie alsnog de producten laten zien die ik heel erg fijn vond in december. Dus mocht je benieuwd zijn na deze producten, welke ik toch heel fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een duo lipstick pack van Max & More. En dit zijn longlasting lipstiften van de Action. Ik zal eventjes de allereerste kleur eruit halen. Dit is de 320 Sweet Punch. De verpakking is overigens nog steeds vrij goedkoop. Het is niet dat daar heel veel aan veranderd is, maar de kwaliteit van de lippenstiften daadwerkelijk wel. Dit is de kleur. Hij is vrij donkerroze. Ik vind hem echt heel erg mooi. Blijft mooi lang zitten. Loopt ook niet uit. Echt een hele mooie kleur. Ze ruiken ook echt wel lekker. En ze voelen ook totaal niet droog aan. Dus dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. En dan heb ik de andere kleur. En dat is de 338 Rodeo Rose. En dat is deze kleur. Dat is een beetje een zacht roze kleurtje. Ook een heel mooi kleurtje. Iets minder opvallend. Maar ook wel leuk om af te wisselen als je iets minder opvallende kleuren wilt. Maar wel hele fijne lippenstiften. Ze zijn echt gewoon... De kwaliteit van de lippenstiften zelf is gewoon super verbeterd. En ja, daar heeft Action echt in geïnvesteerd. En ja, het zijn zulke low budget lippenstiften die gewoon echt wel heel erg fijn zijn in gebruik. Dan heb ik een foundation van Essence. En dit is de hashtag Insta Perfect foundation met een strong matte effect en belooft waterproof te zijn. Dus deze, ik heb hem in de kleur 10, hashtag cool porselein. De verpakking vind ik niet geweldig. Het is een flesje van ja, plastic. Heeft zo'n opening. Nou, daar word ik niet heel erg blij van, eerlijk gezegd. Maar het product zelf is wel heel fijn, want de dekking is goed. Ik weet niet of die waterproof is, want als ik hem heel gemakkelijk eraf kan krijgen met een doekje, heeft het voor mij niet echt een waterproof effect. Dus ik weet niet of je ermee kan zwemmen of dat je er een regenbui mee overleeft. Kan ik je helaas niet vertellen, maar de kleur was heel goed en de dekking ook. Dat vond ik echt heel goed. Alleen die verpakking vind ik dus heel erg achteruit gegaan. Want de foundation die hiervoor uitkwam, die had een glazen flesje. En dat was voor het eerst dat Essence met glas werkte, zeg maar. En hiervoor ook altijd met plastic. En ik heb toch gewoon liever een pompflacon-dekje. Maar ondanks de verpakking vind ik de foundation zelf wel heel erg fijn. Dan heb ik een highlighter van Catrice. En dit is de Arctic Glow Highlighting Powder. Dit is zo'n gebakken poeder. Eigenlijk in de kleur 010 Jupiter's Glow. Het is een witte highlighter met paarse accenten erin. Ik weet niet of het op camera heel goed overkomt. Maar je ziet hier en daar wat paarse strepen. Die zie je overigens niet heel erg terug op je gezicht. Een coole highlighter. Hij heeft geen warme gloed of zo. Hij is echt wel cool, maar je ziet hem echt heel mooi terug op je gezicht. Zo zie je het gebakken effect of het baked effect net wat beter. Ik vond het echt wel een hele fijne highlighter, want hij geeft gewoon echt een goede glow af. Ik heb eerder al zo'n highlighter gehad. Ook een stashje van Catrice, die vond ik ook heel fijn. En deze is ook zeker weer een favoriet. Echt een hele mooie highlighter. Ik zit even te kijken. Hij belooft ook een fijne light reflection. En ik vraag me wel een beetje af waar dat paarse goed voor is. Het is wel een leuk effect, maar omdat je het niet terugziet, vind ik het een beetje overbodig. Maar ondanks dat is het een hele mooie highlighter. Dan heb ik een liquid lipstick van Essence. En dit is de Melted Chrome Liquid Lipstick. Een hele mooie chrome lipstick. In een flesje van, je zou eerst denken dat het een lipgloss is, maar het is echt een lipstick. Ik heb hem in de kleur 03 Copper Dropper. Hij geeft gewoon een heel mooi metallic effect. Hij heeft ook gewoon een heel basic applicatortje, wat je bij lipgloss ziet. Maar ondanks dat is het een hele mooie liquid lipstick. Het is niet eentje die ik elke dag zou dragen, maar zeker gewoon om
als je bijvoorbeeld een wat basic look neemt, bijvoorbeeld een basic ooglook, dat je je lippen wat opvallender wilt laten lijken, vind ik dit echt wel heel erg leuk. Echt heel erg mooi. De verpakking vind ik ook leuk dat ze een beetje zo'n smeltend effect op de huls hebben aangebracht. Echt super, super leuk. Dan heb ik een make-up palette en deze kocht ik bij de Action. Dit is een Fashionation make-up palette. Ziet er heel erg leuk uit. Hierin zit oogschaduw, highlighter en een balm en blush. Zo gaat hij open. Maar ik begin even met het bovenste gedeelte. Hier heb je de oogschaduw. Er zit ook een spiegeltje in. Alles heeft ook een naam gekregen. Dat vind ik heel erg leuk. Er zitten 9 oogschaduwkleuren in. Ze zijn wel heel erg poederig, maar wel heel pigmentvol. De highlighters vond ik niet allemaal even pigmentvol, maar ze zijn wel heel erg mooi die erin zitten. Er zijn zeker een paar bij die echt wel een heel goed pigment hebben. Dan klap ik het bovenste gedeelte even dicht en dan heb je hier dus de blush / balm. Nou, ik heb hem alleen op de lippen gebruikt. Ik vind dit zelf geen succes. Ik hou hier niet van. En als blush moet ik er helemaal niet aan denken. Dus dat was het enige minpunt aan dit palet dat ik dit niet fijn vond. Maar de andere producten wel. En dan heb je hier ook nog een kleine tutorial. Dus echt wel een heel erg leuk, leuk paletje op de blush en balm na dan voor mij. Dan heb ik een mascara van Catrice. En dit is de Little Black One. Dit is een volume mascara. Ik heb de waterproof variant. En dit is een mascara die volume geeft eigenlijk. Hij heeft de naam 010, unlike Jackie O. Is ook best wel long lasting. En ik vond echt wel dat mijn ogen er een eye-opening effect van kregen. En dat beloofde deze ook. Waterproof weet ik niet. Ik test dat nooit. Het borsteltje vind ik wel vervelend. Ik hou niet van dit soort borsteltjes. Hele korte haartjes. Niet een borsteltje waar ik heel erg gelukkig van word. Maar op zich brengt deze mascara op zich nog wel goed aan. Ik heb wel vaak de neiging om met dit borsteltje in mijn oog terecht te komen. Maar op zich is het, hij is mooi, lekker intens zwart. Daar hou ik van. Zeker wel een hele fijne mascara op het borsteltje na. Dan maar echt wel een aanrader. Dan een aantal producten uit de Ho 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 Trend editie van Essence. Dit was een editie die heel erg op kerst was geïnspireerd. Allereerst heb ik hier een oogschaduwpalette. De palette is gemaakt van karton. Heeft de naam 01 Jingle All The Way. En dit is het palette. Ik zal even het dingetje ervoor heen halen. Hij is heel poederig. Ik heb er echt al heel veel van gedipt. Maar er zitten echt wel hele mooie kleuren in. Ook die glitterkleur. Heel pigmentvol paletten. Echt wel heel erg mooi. Leuke kleuren die echt goed ook bij de vele dagen pasten. Heel erg tof palet. Ik heb hem ook gebruikt met kerst. En hij gaf echt wel een heel erg mooi effect. Omdat er ook een glitter oogschaduw in zit. Daar heb ik ook van een Iridescent Powder Highlighter. Deze heeft de naam 01 Twinkle Twinkle. Hij twinkelt ook heel erg in de camera, zo te zien. Hele mooie highlighter. Er zitten ook heel erg leuke figuurtjes in. Geeft een mooie gloed. Je zag hem mooi terug op mijn gezicht. Echt een hele leuke highlighter die veel pigment heeft. Dus daar was ik heel erg enthousiast over. En dan het laatste product. En dat was de Body & Hair Shimer Spray. Dit is een spray die je zowel in je haren als op je lichaam kan spuiten. Heeft dit ook nog een naam gekregen? Nee, heeft. Oh jawel. 01 Be Merry and Bright. De geur heeft gewoon zo'n sprayflaconnetje. Die was echt heerlijk. In mijn haar zag je het trouwens niet. Want ik heb blond haar. Er zitten hele fijne gouden glitters in. Als ik hem schud, kan je het zien. Maar op camera gaat dit niet overkomen, denk ik. Hele fijne gouden glittertjes. Maar op mijn lijf bijvoorbeeld zag je wel die hele fijne gouden glitsje. En dat vond ik heel erg leuk. In mijn haar ging hij ook een beetje lekker. Dus ik moest hem heel goed doorkammen. Maar de geur vond ik heel erg lekker. En ik vind het ook wel leuk, die kleine gouden glitsjes. Dus op mijn lijf was dit zeker een succes. Dan heb ik een heel erg lekker geurtje. En dit is de Glamour & Heels Eau de Parfum in de Black Edition. En ik vind de verpakking al super tof. Hij gaat zo open. En dan zit hier de parfum in. Het is niet zo heel goed te zien. Maar dit is een pump. Dit is de parfum. Hele low budget parfum. Kleine spray. Oh, ruikt zo lekker.
hier op de onderkant staat ook nog wat over de spray. Deze geur die doet mij oprecht denken aan Beyoncé Heat. Echt wel de rode variant. Daar deed hij me heel erg aan denken. Ik weet, hij zal wellicht wat anders zijn. Die is nog kruidiger, nog wat warmer. Maar de geur die lijkt er heel erg op. Hij blijft ook echt lang hangen. Zelfs na het douchen rook ik hem nog. Ik vind het echt fantastisch. En gewoon de verpakking waar de parfum in zit vind ik gewoon geweldig. Daar ben ik echt voor gevallen. Het was ook een beetje een gokje, want er stond geen tester van. Maar ik vind hem echt super lekker. Dit zijn van die geurtjes die ze vaak rond de feestdagen hebben. En ik ben er heel erg blij mee. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een Chocolate Orange oogschaduwpaletten van iHearts Makeup. Deze is nog van iHearts Makeup. Tegenwoordig is het volgens mij iHearts... iHearts... Hij heeft een andere naam gekregen, dat weet ik. iHearts Revolution heet het nu. Maar deze is nog van iHearts Makeup. Mooi paletten. Op de achterkant staat uiteraard ook weer eventjes de naam, wat heel erg handig is. Hier zit nog een blaadje in waar de namen dus zo op staan. De nieuwe paletten hebben dat niet. En hier zit ook nog een applicator bij. En oh, ruikt zo lekker naar orange. Grote spiegel, dit zijn de kleuren. Echt super pigmentvol. Er zit wel veel oranje in, dat moet bij je passen. Maar ik vind hem echt super tof. Hele mooie pigmentvolle kleuren. Ook wel gevarieerd door wat shimmer en matte kleuren. Er zit ook wel goud in. Ja, maar vooral natuurlijk veel oranje, want hij heet niet voor niks orange. Maar echt een super tof palette. Waar ik ook weer gewoon echt heel erg blij mee ben. Inmiddels weet je dat ik echt een zwak heb voor deze paletten. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Super tof paletten. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van december. Toch wel weer leuk om er zo even bij stil te staan. Nou, fijn dat ik ze nu ook in mijn stash kan gaan opbergen. Leuk om altijd weer even terug te zien. En de nieuwe producten die liggen alweer klaar om in dit doosje te gaan. Want ik ga gewoon door in 2019 met het schrijven van reviews. Dus ook in 2019 zul je gewoon de favoriete video's kunnen blijven verwachten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf een voorkeur hebt voor deze producten die ik heb laten zien. Misschien heb je ze zelf wel eens getest of ben je benieuwd naar een van de producten. Moet ik wel zeggen dat niet alles meer verkrijgbaar zou kunnen zijn. Denk vooral aan deze collectie van Ho 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 van Essence. Dit was een trendeditie. En deze weet ik ook niet, want deze hebben ze vaak alleen rond de feestdagen. Maar goed, ik ben wel benieuwd of jullie een van die producten hebben getest en wat jullie mening daarvan is. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Doe dan zeker eventjes abonneren op mijn kanaal. Als je even op het belletje drukt, blijf op de hoogte van mijn nieuwste video's. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!